Talks with motherfucker Charlie, talks with motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like Bonhomme, so we definitely gon' make some. We dig. Shout out to the boys from Bonhomme. Shout out to Riverside Studio City Paris. We in the building zoals altijd. En vandaag heb ik weer een speciale gast. En deze is niet zomaar een speciale gast. Hij heeft veel dingen in zijn leven bereikt en gedaan. Je kunt niks bereiken zonder te doen, natuurlijk. Maar ik ken meneer al een tijdje, maar we hebben nooit elkaar face-to-face gezien of zo. Maar ik ken u vooral wel. Ik vond het nodig om u hier uit te nodigen. Dankjewel voor de uitnodiging. Zeker, zeker. Voor de mensen die niet weten wie u bent, zou u uw klein beetje kunnen voorstellen, alsjeblieft. Wel, ik ben Karim Bagar. Momenteel schepen in de stad Antwerpen voor inbrenging, integratie, gelijke kansen en samenlevingsopbouw. En daarnaast ben ik ook voetbalcoach, dus zaalvoetbal, van Voetbal Topsport Antwerpen in Eerste Nationale en de Nationale Ploeg van België. Je doet dat al lang, hè? Voetbal. Ik doe dat al lang, ja. Ik ben zelf ooit ook zaalvoetballer geweest op het hoogste niveau. 14 jaar kapitein geweest van de Nationale Ploeg van België. En nadien ben ik coach geworden, dus okay. Ja, vandaar. Over uw coachparcours gaan we zeker over spreken of praten, want u hebt dat zo snel gezegd, maar er zijn wel een paar dingen die belangrijk zijn. Onder andere bijvoorbeeld dat u zelf een bootscoach kon worden. Maar dat komt straks. Ja. Waar bent u geboren, meneer? Ik ben zelf geboren en getogen in Antwerpen. Dus ik ben van 75, 47 jaar. Vorige week, 11 augustus, 47 jaar geworden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik mij op en top Antwerpenaar voel. Al is dat niet altijd zo, dat altijd mensen naar mij zo kijken, maar ik ben op en top Antwerpenaar geboren en getogen in Antwerpen. Voor de mensen die dit ook niet weten, waar liggen uw roots? Mijn ouders zijn afkomstig vanuit Marokko. Die zijn in de jaren 70 hier naartoe toegekomen om een beter leven voor zichzelf en de familie. En natuurlijk, je moet het weten, als je op vakantie gaat naar een land waar je het taal niet kent, dan heb je het al soms is het zoeken. Dus al die ouders die hier naartoe zijn gekomen, toen was er ook geen tijd van gsm's of telefoon of wat dan ook, die dan gewoon een zakje meenemen, naar een onbekend land gaan, om proberen een betere toekomst te vinden voor hun familie en naasten. En ik heb heel veel respect voor al die mensen die stappen hebben gezet. En ook vandaag de dag nog mensen die uit noodzaak ook die stappen moeten zetten. Voor sommigen is migratie een probleem, hè? Voor sommigen, hè? Ja, een probleem, omdat, migratie is van alle tijden en zal ook van alle tijden zijn. Mensen gaan altijd op zoek naar een beter leven. Ik begrijp dat migratie soms voor sommige mensen een beetje een bedreiging kan zijn, maar migratie is van alle tijden. En ik denk dat, die diversiteit een feit is. In onze stad hebben we meer dan 178 nationaliteiten. Dus ik denk dat we niet meer moeten spreken over nationaliteiten, maar gewoon Antwerpenaren. En uiteraard zijn er problemen soms, maar er verbindt ons meer dan dat het ons verdeelt. En dat is vooral waar we op het zoek moeten. Voordat ik verder ga met uw interview, ik wil wel een vraag stellen dat ik altijd krijg. Voelt u eigenlijk een Vlaming? Kijk, ik ga er een heel mooi voorbeeld over geven. Ik voel mijn eigen Antwerpenaar, Belg, Vlaming. Maar uiteraard heb ik ook Marokkaanse roots en dat kan ik niet, dat voel ik mij ook. Hè. Maar mijn identiteit verandert naar gelang waar ik ben en naar gelang hoe mensen naar me kijken en dat gevoel dat je hebt. Ik geef altijd het mooie voorbeeld vroeger toen als we een zaalvoetbalploegje hadden en we speelden op een toernooi in Antwerpen en vooral met jongens van het Marokkaanse roots. Ja, dan voelden wij ons echt van het ploegje Marokkaantjes die hier zich zouden komen bewijzen. Met datzelfde ploegje bijvoorbeeld gingen wij dan in Brussel spelen. Ja, dan vertegenwoordigen wij Antwerpen. Dan waren wij de mannen van Antwerpen die in Brussel kwamen spelen. Met datzelfde ploeg gingen wij in Wallonië spelen bijvoorbeeld. Ja, dan waren wij de Vlamingen. Gingen wij in Nederland spelen, we voelden ons echt de Belgen. En je weet, als je naar het land van roots gaat, en voor mij is dat Marokko, als ik daartoe kom, word ik ook bekeken, ze halen mij er direct uit dat ik niet van Marokko afkomstig, of geboren en getogen daar ben. En dan voel ik mij, dan vinden ze dat ik ook een Belg ben en dan voel ik mij ook Belg. Dus die identiteit verandert naar gelang hoe dat ze naar je kijken, hoe dat je ze voelt. Maar uiteraard, de roots die we hebben, die is wat ze is. Maar ik denk, als je hier geboren en getogen bent, als je een inwoner bent van Antwerpen, maar ook die mensen die hier toekomen een beter leven hebben, dan denk ik dat iedereen zich Antwerpenaar moet zich kunnen voelen en kunnen zijn. Ik ga niet liegen, als ik deze vraag nog in de toekomst moest krijgen,
kom ik gewoon naar deze interview en check dat. Want ik heb deze vraag een paar dagen geleden, vorige week gekregen. Ik vond ook dat ik eigenlijk juist bijna wel zoals u had geantwoord. Ik had gezegd, ik zei 150%. En Tom zei toen van ja, maar ik hoor soms in uw podcast. Ik zeg ja, maar mijn roots liggen in Congo. Allee, ik ben een donkere man. Het Congolees roots, dat is, ik ben er trots op trouwens. Maar ik ben Belg. Ja, en mijn verleden, dat is zoals, je moet niet kiezen, hè, zoals een moeder, je hebt een moeder en een vader. En je hebt het verleden, ja, dat is waar het is, onze roots. En we hebben onze toekomst, en onze toekomst is hier in deze land, in deze stad, waar we naartoe kijken. En we willen wel eens goed voelen. Klopt, klopt. Ja, mooi geantwoord, meneer. En komt u van een grote familie? Hebt u veel broers en zussen? Ik heb twee zussen. Ik ben ook jullie als enige zoon met twee zussen. Ik ben de oudste in het gezin. Zoals jullie weten is de man... mijn vader is ondertussen 6-7 jaar geleden overleden. Dus je bent... maar dat is altijd van jongs af. Ik was de oudste thuis, de jongen. Dus je had heel wat verantwoordelijkheden. Maar we hadden een klein gezin. Vroeger waren de gezinnen veel groter. Vandaag de dag zijn de gezinnen ook niet zo groot. Maar ik ben opgegroeid in een sociale woning op het Antwerpen Zuid. Dat waren mijn allermooiste tijden. Ik ben er ook niet verlegen over om dat te zeggen. Ik opgegroeid ben geweest in een sociale woning. De vriendschapbanden die we daar hebben gesmeden, alhoewel dat we elkaar niet allemaal nog alle dagen zien of horen, maar dat is voor het leven en dat was één grote familie, die woningen. En er wordt soms nogal naar neergekeken op mensen die in sociale woningen opgroeien. Maar aan de andere kant wil ik daar ook wel dankbaar voor zijn, voor de samenleving. Omdat een sociale woning, dat wordt betaald door belastingsgeld. Ik heb toen het geluk gehad dat ik in zo'n sociale woning kon wonen, in een veilige omgeving, in een goede omgeving. Daarnaast ben ik naar een stadsschool geweest, ook betaalbaar, ook door de samenleving. In de Kloosterstraat. Op het Antwerpen Zuid, ja. Okay. Nadien in het middelbaar onderwijs in de Eikenstraat en daarna Siso Bergen. Dus, Eikenstraat? Ja, CH3 toe. Als je Eikenstraat hoort, dan hoort altijd, ja, ik was niet zo flink, dus ik ben eigenlijk in Eikenstraat. Maar ik ga ook eerlijk zeggen, ik was heel snel schoolmoe. Okay. Ik was iemand die heel veel op straat speelde. En ze zeggen dan nog altijd hangjongeren. Okay. Ik wil die term nooit gebruiken, omdat hangjongeren, dat heeft een negatieve connotatie. Klopt. Wij zijn gewoon jongens en meisjes die graag op straat speelden. Maar in mijn geval, toen ik jong was, had ik niks anders. We hadden een appartementje met drie slaapkamers. Thuis kon ik niet spelen, we hadden geen tuin. Dus ik moest op de pleintjes gaan spelen. Ik weet niet of je ooit de documentaire De Pleintjes hebt gezien. Ja, die pleintjes, dat is zo belangrijk voor heel veel mensen vandaag. Ik dacht nog dat publiek domein enorm belangrijk. Niet iedereen heeft een grote woning. Ik heb ook naar het jeugdwerk moeten gaan. Ook dat is belangrijk voor mij geweest. Waarom? Vandaag de dag gaan ouders met hun kinderen naar de cinema, naar de zee, naar activiteiten doen. Allee, of toch sommigen. Maar in mijn tijd, ja... Mijn vader of mijn moeder gingen niet met mij op activiteit, maar allereerst keer in de cinema van het zwembad. Of een activiteit was gaan doen, was het met het jeugdhuis. Dus dat was enorm belangrijk. En ik denk dat we daar niet moeten onderschatten. En corona heeft dat bewezen, toen niemand buiten mocht, dat iedereen thuis moest zitten. Hoe ingepakt dat iedereen zat, sommige mensen in echt erbarmelijke omstandigheden. En daarom dat publiek domein... echt zodanig moet aangelegd worden dat mensen echt er gebruik van kunnen maken. En dat is enorm belangrijk, denk ik. U bent ook in een sociale omgeving opgegroeid op Linkeroever hier. Dus, en ik begrijp volledig wat u zegt. Van, er zijn verschillende nationaliteiten, dus je leert iedereen, je leert alle culturen kennen. En weet je, op Linkeroever, ik zie dat niet overal zoals, maar op Linkeroever bijvoorbeeld, ik kom aan, ik zie mijn Marokkaanse vriend, ik zie, dat is Lingala. Ja. Ah, tranquille met u, een soort mensen. Ja. En we leren alle talen, we spreken ook door elkaar. We noemen dat Linkerovers, dat is natuurlijk niet een woord. Ja. Ja. Maar ik begrijp, de sociale omgeving heeft mij eigenlijk dit meegegeven. Gevormd. Ja, voilà. Plus ook, je kijkt niet naar elkaar van, wie is van waar afkomstig, of hoe ziet hij eruit, of die is van Linkerover. Die is van Linkerover, klopt. Die is van mijn blok, we zijn hier samen. Klopt. Je kunt op elkaar rekenen. Klopt. En ik geef altijd dat voorbeeld, en heel veel mensen begrijpen dat niet. Als er iemand in mijn tijd, in mijn jeugd, een pak friet ging kopen of een pak chips, dat was niet van hem. Dat is van, dat was voor de groep. 100%. Iedereen moest mee eten, drinken, 100%. Vertelen, doen. Ja. En dat was zo belangrijk. En ik denk dat zo'n sociale woningen, die sociale mix, dat gewoon een onderdeel van die stad is. En dat
ja, ik ben er fier op. Zeker. Ik ben er fier dat ik dit mogen meemaken. Maar los van... Allee, u hebt geen moeilijke jeugd gehad dan? Ik heb geen moeilijke jeugd gehad in die zin dat ik ben opgegroeid in een normaal gezin. Dat ik naar school ben gegaan. Ik heb, zoals ik heb gezegd, mijn geluk was dat ik goed tegen een balletje kon trappen. Dat ik kon voetballen. Dus ik had eigenlijk een hele goede avond invullen. Zoals ik heb gezegd, school op 16 jaar. Als ik al zoiets van, met mijn rugzak, ja, naar school. Was er geen verleiding dan? Ja, gewoon. Ik wou voetballen op straat. Ik wou niet morgens vroeg opstaan. Richtingen, ja, wat gaan we volgen? Of, ja. Ja, kantoor, dan moeten we onze handen niet vuil maken. Moeten we niet te veel moeite doen. Okay. En dan op een gegeven moment, ja, ben je op zoek. Ik ben opgegroeid. Van mijn vriendenkring, minstens de helft heeft dan een bepaalde weg gekozen, de criminaliteit gekozen. Nadien hebben ze natuurlijk, of niet allemaal, maar toch de meesten allemaal hun weg teruggevonden. Maar ja, soms op zoek zijn naar bepaalde zaken. En ik ben heel blij dat mijn sport mij een hele, hele goede dagelijkse invulling heeft gegeven, waardoor ik echt bijna elke dag eigenlijk s'avonds moest gaan voetballen. En daardoor eigenlijk, die sport is voor mij een middel geweest. Om mij op die sociale ladder naar boven te duwen. Ik ben in de nationale ploeg terechtgekomen. Daardoor heb ik de halve wereld kunnen afreizen. Ik heb centen kunnen verdienen. Ik heb, zoals ik heb gezegd, in een sociale woning opgegroeid. Daardoor ook een bepaalde voorbeeldfiguur dat je wordt. Je kiest dat niet altijd, omdat je daar voetbalt, kapitein en dit en dat. Jeugdwerker geworden, een job. Nadien een gezin, dan kan je een woning kopen. Ja, je klimt op die sociale ladder. En men zegt heel vaak dat wij in België eigenlijk, of in Vlaanderen, je moet niet klagen. Iedereen heeft hier kansen in discriminatie, racisme, niet zeveren. Ja, laat ons duidelijk zijn, racisme en discriminatie is van alle tijden. Dat is er nog steeds. Het is alleen wettelijk verboden, het is alleen moeilijk te bewijzen. Maar in onze tijd natuurlijk, als je moet, dat is een aflevering op VRT, een serie eigenlijk, Kinderen van Migratie, moet je echt eens zien, in de tijden van de jaren 80 stonden daar echt affiches op de ramen van cafés. Kinderen van Migratie. Ja, Kinderen van Migratie. Van de jaren 80 dat zwarten niet binnen mochten, maar Arabieren niet binnen mochten in cafés. Ik verhuur niet aan... Ja, dat is niet meer van deze tijd. Maar er gebeurt nog wel racisme en discriminatie. Dat is van alle tijden. En ja, er zijn kansen. En ik zeg altijd, de omgeving waarin je opgroeit, het netwerk, de status van je ouders, dat bepaalt of je met een lift naar boven kan gaan in het leven, of dat je via de noodtrap naar boven moet gaan. Uiteindelijk, iemand die via de noodtrap naar boven moet gaan, die gaat ook boven geraken. Alleen gaat hij veel meer moeite moeten doen, veel meer steun hebben. Op een gegeven moment wil hij stoppen, ziet hij het licht niet, zegt hij van, ik geef op, ik ga misschien in de criminaliteit, of ik geef het op, weet ik wat. En dan is het belangrijk dat sociaal-maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, ouders, vrienden, die mensen toch hoop geven dat er mogelijkheden zijn. En ja, die zijn niet altijd voor iedereen even makkelijk, maar er zijn er. En soms zeggen ze, ja, maar je hebt toch niet te klagen? Ja, Karim, je ziet, je bent schepen, bondscoaches. En dan zou ik kunnen zeggen, ja, ze moeten niet klagen. Nee. Soms heb je het nodige geluk nodig, de juiste moment op de juiste plaats zijn, de juiste mensen die ondersteunen. Maar in mijn geval zeg ik altijd, ik heb altijd het juiste moment, uiteraard, je moet er altijd zelf ook altijd alles aan doen, hard werken, maar mensen rondom mij gehad die mij gesteund hebben en vooruitgeduwd hebben in het leven. En daarom vind ik het ook belangrijk dat wij nu, als wij sterker in de maatschappij staan, dat wij proberen ook mensen die wat zwakker in de maatschappij zijn, ook vooruit te duwen. En dat kan heel op een simpele manier door te praten. Dat kan echt effectief door actief mee te gaan helpen, proberen een job te als maatschappelijk werker. Dat kan op allerlei manieren, maar ik denk dat dat belangrijk is, dat we jongeren, en dat is het allerbelangrijkste, ik zie dat tegen alle kinderen, laat je nooit niet wijsmaken dat je niks kan, dat je niks waard bent in deze maatschappij. Want iedereen heeft een bepaald talent, iedereen kan iets. Iedereen kan iets betekenen in de maatschappij. Alleen moet je er soms wel langer voor zoeken. Maar laat u nooit wijsmaken dat je niks kunt, want iedereen kan iets. En dan is het belangrijk om mensen rondom u te steunen. Dat is echt belangrijk. Daar geef ik 100% gelijk in. Ook gewoon, want ik ben ook zo'n jonger geweest. Ik ben toen uit een moeilijke omstandigheden terug naar België gekeerd, bijvoorbeeld. En op
het moment zelf was het belangrijk om de juiste omgeving of de juiste crew te hebben rondom u. Waarom? Want het kan snel gaan. Heel snel. Heel snel. Maar wat ik ook wou vragen, je hebt juist een punt gemaakt van wat je maatschappelijk werker en de jongeren. Ik heb ook een vraag gekregen van, dat is toch niet de taak van een maatschappelijk werker om bijvoorbeeld jongeren te helpen. Meer de ouders hun taak. Kijk, ouders, ik ga eerst spreken over de tijd van mijn ouders. Mijn ouders zijn hier naartoe te komen. Laat het duidelijk zijn, die zijn hier naartoe gekomen. Waarom? Beter leven, werken, geld verdienen. Spraken de taal niet. Toen in die tijd moest je de taal niet spreken of leren. Werkgevers toen die zeiden, ja, maar je moet de taal niet leren. Je moet gewoon hard werken. En voor de rest niet voor te veel zorgen. Maar ja, een ouder, ja, die kunnen niet 24 op 24. Ja, die hebben natuurlijk een belangrijke rol. Maar het is een en-en-en verhaal. Je ouders op school, sportclub, jeugdwerk, vriendenkring. Al die mensen hebben, ik noem het altijd, we hebben allemaal een rugzak die leeg is. En tijdens je leven wordt er van alle ervaringen in gestoken. En dat is belangrijk, dat mensen rondom u mee verantwoordelijkheid nemen. Ik heb heel veel te danken aan het jeugdwerk. Zoals ik heb gezegd, mijn allereerste kamp, zwembad, cinema, pingpong, shotterkast, dvd's kijken, allemaal in het jeugdhuis. Zonder dat jeugdhuis had ik dat nooit niet gehad. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar uw ouders hadden u kunnen brengen naar de cinema. Ja, één, we hadden het financieel niet breed. Dat is al één. Twee, het zat ook niet in onze cultuur. Ik bedoel, ja. En drie, mijn ouders die zeiden, jij gaat naar school, 8 uur lang. Dus het zou wel goed zijn, je wordt opgevolgd. Ja, nee, dat is niet zo. Nu in deze tijd, ja, is het ook nog soms moeilijk. Maar ik vind dat maatschappelijke werkers, jeugdwerkers, sportverenigingen, een enorm belangrijke, leerkrachten, een enorm belangrijke rol hebben. Maar ook daar, niet alles kan opgelost worden door die mensen. Het is ook een beetje een eigen verantwoordelijkheid. Maar zoals je zegt, als je jong bent soms, ja, ben je op zoek. Maar ik denk dat het een en-en verhaal is en dat, ja, in mijn leven hebben meerdere mensen, jeugdcoaches in het voetbal, jeugdwerkers, maatschappelijke werkers, mij vooruitgeduwd en meegeholpen om mij te vormen. Dus ik denk dat dat enorm belangrijk is, samen met mijn ouders natuurlijk, want die spelen een rol, maar die kunnen die rol niet aanwijzen. Ja, maar, ja, klopt. U hebt er juist een punt over racisme gehad. Op jonge leeftijd, hoe ging jij ermee om? Weet je wat het ergste is? Dat je op een gegeven moment het gaat normaliseren. Ja, gewoon. Ja. En ja, heb ik zelf persoonlijk met racisme te maken gehad? Uiteraard. Ik kan jou een mooi voorbeeld geven. Ik speelde voetbal. We hadden heel veel jongens, blanke jongens. En we gingen op donderdagavond iets drinken. We kwamen ergens toe. En de portier zegt, ja, je weet het, lidkaarten alsjeblieft. Alleen leden. Terwijl mijn collega-voetballers ook voor de eerste keer daar kwamen en ook geen lidkaart hadden. Ze zeiden, ja, maar we hebben ook geen lidkaart. En dat je dan niet binnen mocht. Wel, dat gevoel dat je dan zegt van, ja, op basis van wat? Gewoon omdat ik er anders, voor u anders uitzie. Want ik zie er niet anders uit. Ik heb een andere kleur, maar hoe zeg ik dat? Ja, en elke mens ziet er anders uit. Dus dat moet niet alleen op basis van kleur. En op dat moment, ja, doet dat pijn. En oké, mijn collega's hebben dan gezegd, ja, dat gaan we ook niet bieden. Maar op een gegeven moment begint dat te normaliseren en begint je... Maar laat me duidelijk, ik zeg dat ook altijd, er zijn zaken die je niet kan beïnvloeden of iets aan kan doen. Maar er zijn heel veel zaken waar je wel aan kan doen. En het probleem is dat racisme en discriminatie soms heel moeilijk te bewijzen is. Omdat, ja, op basis van dat ga je zeggen van... En ik vind dat het al moeilijker is, hè, om te discrimineren. Dat zit bijvoorbeeld op de... ik ben schepen voor gelijke kansen. We hebben praktijktesten uitgevoerd op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt. Om te kijken of daar gediscrimineerd wordt. En er werd uiteindelijk gediscrimineerd in bepaalde gevallen. Maar ja, hoe gaat je... En voor mij is dat belangrijk, die praktijktesten, we doen die. Maar dat is alleen op basis van de uitnodigingsgraad. Ja. Ik bedoel... Ik heb een vacature, je solliciteert, ik nodig u uit samen met 3 anderen. Je komt en op het einde van de rit doe ik een gesprek met u en zeg ik, ja, ik kies toch voor die. Dus ik ga nooit. En daarom dat het belangrijk is, als we discriminatie willen tegengaan, moet het ook in de mindset van de mensen.
Onbekend is onbemind, zegt men altijd. Mensen hebben schrik, weten soms niet. Ik heb dat ooit eens meegemaakt. We hadden, het was eigenlijk rond intimidatie op straat. Mm-hmm. En er was een organisatie die was aan het onderzoeken. En we kwamen daar aan, de handel, daar aan het begin van de handelstraat, die metrostation. Aan de Elisabeth of aan de zelf? Ja, aan de handel zelf, als je daar boven komt. Stavenberg ziekenhuis. Ja, dus als je daar boven komt, dan is ineens massa volk. En er waren twee meisjes, eentje van de buurt en een ander niet van de buurt. En dat meisje van de buurt, die zei, als ik in de metro heb ik al schrik, vanaf het moment dat ik boven kom, heb ik een veilig gevoel. Omdat er heel veel mensen zijn. En dat andere meisje, die niet van die wijk was, die zei, vanaf ik boven kom, had ik een onveilig gevoel. Omdat mensen soms iets hebben, ja, vijf jongens van Marokkaanse afkomst of een bruine tint, of staan op een hoekje met petjes. Dat is misschien bedreigend, maar ja, die staan daar gewoon, snap je? En dat is altijd, we kennen elkaar niet. En daardoor gaan mensen soms elkaar discrimineren. En ik vind het heel belangrijk dat we daar nooit, maar dan ook nooit accepteren. En natuurlijk, het moet in kaart gebracht worden. Mm-hmm. En dan natuurlijk zeg ik van, ja, je mag niet binnen daar, je moet klacht gaan neerleggen. Maar ja, dan had jij ook zeggen van... Zoveel moeite. Ik ga moeite doen, wacht er met je breuren. Er moet niks meer gebeuren, kom joh, ik ga dat niet meer... En dat is natuurlijk een probleem, hè. Dus we moeten er echt voor zorgen dat die meldpunten laagdrempelig, dat jij misschien gewoon via een app... Maar dat wel geregistreerd wordt, dat we op een of andere manier, los van het bewijslast, hè, dat is nog een ander... Maar dat we wel kunnen in kaart brengen. En, want ik spreek ook heel veel met mensen... ik spreek niet graag in allochtonen, autochtonen, maar om het een beetje duidelijk te maken. Ja, maar er zijn toch problemen? Ja, uiteraard zijn er problemen. Hè? Overal zijn er problemen. Maar problemen hebben niet alleen met afkomst te maken, of geloof, wat dan ook. Ik geef het voorbeeld, in Antwerpen heb je misschien wat problemen met, laten we stellen, jongens met Marokkaanse roots. En ga je naar Amsterdam, Antilliaanse roots, weet ik, Surinaamse, ik weet het niet. Maar als je in Brazilië gaat kijken, allemaal Braziliaanse, Brazilianen, en daar zijn de problemen met de favelas, met Brazilianen zelf. Dus het is ook zo. Het heeft niks met afkomst te maken of identiteit of wat dan ook. Ja, grootsteden hebben soms meer te maken met problematieken. En die moeten we ook aankaarten en durven zeggen dat we er iets aan willen doen, uiteraard. Dat is ook wel belangrijk. Ja, ik vind bijvoorbeeld dat ze willen die dingen dan op de sociale omgevingen geven. Want in de grootsteden gebeurt dat ook inderdaad. In de projects in New York en dan hier in Antwerpen gaan ze, ja, maar dat gebeurt alleen daar. En dan gaan ze linken met hun massamigratiegedoe daar. Van, hey, maar daarom willen wij iemand, kijk, de crimineel. Maar hoe leg je dit dan uit aan iemand die bijvoorbeeld niks begrijpt van politiek? Van, als je dat zo aankaart, van kijk, we willen massamigratie stoppen omdat er deze criminele feiten... Want ze zitten dat ook zo op de media dan. Hè? Want dat gebeurt omdat, kijk, deze soort massamigratie gebruikt alle criminele feiten. Maar dat is eigenlijk niet zo. Maar ik heb, voor alle duidelijkheid, ik ben ook schepen in de integratie. En de perceptie die bestaat is dat mensen die ertoe komen, eigenlijk in de zetel willen gaan liggen, niet willen werken en zo snel als mogelijk een uitkering willen. Ja, laat ons duidelijk zijn, dat klopt. Nee. De mensen die ertoe komen, willen zo snel als mogelijk Nederlands leren en zo snel mogelijk een job. Dat is het eerste wat ze willen. Maar uiteraard, er zijn altijd spanningen in een groot stad. We leven kort op elkaar. En voor mij is het belangrijk dat we met respect tegen elkaar blijven omgaan. En daar wil ik mee zeggen, ik hoef niet akkoord te gaan met u. Jij kan zeggen, ja, ik heb een probleem met migratie of met, of wat dan ook. Maar dat we met respect met elkaar kunnen blijven communiceren en ons de kans geven om elkaar te leren kennen. En ik ben ervan overtuigd, hoe meer we elkaar kennen, hoe meer dat we gaan merken dat eigenlijk dat we over heel veel zaken hetzelfde denken. Ik wil een gezond leven, ik wil een dak boven mijn hoofd, ik wil een job, ik wil op vakantie gaan, ik wil een vrije tijdsbesteding. Ik denk dat dat voor heel veel mensen hetzelfde is. Ja, dan zijn er een aantal zaken die niet anders zijn. Maar ik denk dat natuurlijk, ja, we leven soms ook in omstandigheden waarin dat bepaalde gebeurtenissen soms ervoor kunnen zorgen dat mensen, ik kan me inbeelden als ik word overvallen door iemand, dat ik denk van, dat gebeurtenissen, maar dat mag ons niet afschrikken. En ik denk dat er extremen zijn, langs beide gevallen, maar dat een grote groep mensen beseft dat we vooruit moeten in het leven en dat we elkaar nodig hebben als we echt iets willen bereiken. In het leven, in onze samenleving. En ik denk dat dat het belangrijkste is.
En dat we respect blijven tonen van elkaar. Ondanks het feit dat we soms niet akkoord hoeven te zijn met elkaar. Oké. Okay. Natuurlijk is meneer Kerry meer dan iemand die gewoon goed kan praten. Hij is ook ooit een topvoetballer geweest. En ook toen u hier binnenkwam, zei u... Ja, ik heb ook hier geschot, Sint-Anneke. Vandaan noemt dat City Pirates, shout-out naar City Pirates. Sint-Anneke heb ik ook gespeeld trouwens, maar echt jaren geleden. Waar is de liefde van voetbal begonnen, van gekomen? Allee, en ook welke voetbalploeg supporte u toen u jong was? Kijk, ik, van waar is dat gekomen? Ja, vooral op straat, voetballen. Eentjes. We konden uren voetballen zonder er moe van te worden. En op een gegeven moment ga je proberen in een ploeg te gaan spelen. Ik ben toen gestart bij Berchem Sport eigenlijk een beetje. En, maar vooral blijven straatvoetballen, dan in het zaalvoetbal gerold. En dan ben ik veldvoetbal beginnen combineren met zaalvoetbal eigenlijk. En dan heb ik ook een tijdje bij Sint-Anneke Sport gespeeld. Mm-hmm. Ook bij Ranst op het veld. En in het zaalvoetbal vooral bij Antwerpen. En dat heb ik heel lang gecombineerd, ook met de nationale ploeg. Zoals ik heb gezegd, de voetbal was voor mij mijn leven. Maar mijn ding is een jonge gast die zaal, veld en school moest combineren. Trouwens, bent u afgestudeerd? Allee, middelbaar? Ik ben vroegtijdig gestopt. Maar ik ben nadien via allerlei opleidingen... Maar ik was heel snel schoolmoe. Maar ik bedoel, heb je er dan nog een soort van diploma gehaald? Ja, ik heb allerlei diploma's nu nog gehaald. Mijn sportdiploma's, mijn voetbaldiploma's. Maar via later dan. Okay. Snap je? Niet het is toch nooit te laat anyway? Dus. Het is nooit te laat om te gaan studeren. Laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. Ik denk... ik vind school... En Dat beseft me pas altijd achteraf. En toen hebben ze dat ook tegen mij gezegd, ik heb het nooit geloofd. Dat was eigenlijk de mooiste tijd van het leven. Op school zijn, naar school gaan. Op dat moment besef je dat niet. Maar ik vind nog altijd school een van de belangrijkste zaken. Omdat, kijk, school, dat zijn zaken die je zelf kan beïnvloeden. En dat bedoel ik met, en niet iedereen hoeft een dokter te worden. Niet iedereen hoeft een chirurg te worden. Er zijn allerlei studies die je kan doen. Maar ik ben er wel van overtuigd, als je best doet en je gaat ervoor op school, dat je een diploma kan halen. Bijvoorbeeld voetbal heb je zelf niet, veel minder in de hand. Daar ben je afhankelijk van de ploeg waar je terechtkomt, de coach, scouting, noem maar op. Alles moet kloppen. Dus daar zie je veel meer afhankelijk van bepaalde randzaken. Op school heb je veel meer in de hand. En kan je veel meer het zelf sturen. En ik denk dat dat belangrijk is. En daar moeten we echt op blijven aanzetten. Dat onze jongeren echt studeren. Zo hoog mogelijk, zo goed mogelijk. En vooral studies doen wat ze graag doen. Omdat school enorm belangrijk is. Om voor onze kinderen te ontwikkelen. En ook later het makkelijker te maken op de arbeidsmarkt. Dus hoe combineerde u dat toen dan? Want ik veronderstel dat veldvoetbal... Dat is op 16, 17-jarige leeftijd, denk ik, zoals je zei. En dan ook het zaalvoetbal erbij. En dan had je ook waarschijnlijk... Maar toen was je al gestopt in school? Op 16, Nee. Ik ben eigenlijk heel groot op mijn 19 jaar school gegaan. Of 20 jaar, 19 jaar naar school gegaan. En dat was gewoon heel de week school. Maandagavond zaalvoetbal. Dinsdagavond veldvoetbal. Woensdagavond zaalvoetbal. Donderdagavond veldvoetbal. Vrijdagavond zaalvoetbal. En zondagmiddag veldvoetbal. Dus eigenlijk met een agenda zat overdag en s'avonds, buiten zaterdag... was ik elke dag en elke avond bezig. En waarom doe je dat? Omdat je dat graag deed. Ik moet ook eerlijk zeggen, op een gegeven moment speel je dan in eerste nationale voetbal en ook veldvoetbal in eerste ploeg. Verdien je er ook een cent mee. En dat was ook belangrijk natuurlijk. Ik denk ook dat als je iets graag doet, met passie, dat uren er niet toe doen. Dat je echt extra uren kan kloppen zonder probleem. Waarom heb je dan de keuze gemaakt om uiteindelijk zaalvoetbal te doen en niet veldvoetbal? Wel, ik speelde bij de belofte van Berchem Sport. Dat was toen in derde nationaal. En ik speelde ook eerste nationale voetbal. En dan is de coach van Berchem Sport naar mij toegekomen. Hij heeft gezegd van... Kerim, we gaan het niet meer toestaan dat je nog zaalvoetbal gaat spelen. Dus je moet stoppen met zaalvoetbal. Maar ik verdiende toen nog niks in het veldvoetbal bij de belofte van Berchem. Ik was 17 jaar toen. Ja, voor mij was dat dan natuurlijk, elke frank toen was belangrijk, ik kon bijna dingen. En toen hebben ze mij gezegd, weet je wel, ik kan blijven zaalbal, iemand dat je kende.
En je kan volontair als je wilt bij Sint-Anneke Sport gaan spelen. Dat was tweede provinciale, denk ik toen. En dan kan je dat blijven combineren en je kan daar ook een cent bij brengen. Sint-Anneke was tweede provinciale? Ja, toen tweede en dan zijn we nog eerste provinciale. Tweede, eerste provinciale, dat was eigenlijk het hoogste. Ik denk dat je zelf nog hoger gespeeld hebt in die tijd. Ja. Dus, en naast Sint-Anneke heb ik ook bij Sparta Zwijndrecht gespeeld. Ja. Ja. Dus ik heb hier om deze kant ook gespeeld. En ik woon nu trouwens ook op Linkeroever. Serieus? Ja, sinds drie jaar nu. Ik heb op Teunen Noord gewoond en ik woon op Linkeroever. Best place to live. Ja, heel mooie plek. Heel natuurlijk, 205 in the building, you know! Oké, okay. Trouwens, heb je niet met Philippe Clément hier gespeeld, Sint-Anneke? Nee, dat was voor mij. Oké, okay. Mensen weten dat niet, Philippe Clément heeft ook hier gespeeld. Ja, dus uiteindelijk zaalvoetbal. Oh nee, ja, ik heb het wel gecombineerd. Maar zaalvoetbal, is dat groot, echt zo groot hier in België? Of dat is gewoon... Kijk, in België is het. Je hebt één ploeg die professioneel ermee bezig zijn. Wij bij Antwerpen, dat is eigenlijk semi-professioneel. Dat heeft twee keer in de week in de wedstrijd. En er zijn ook nog een aantal jongens die het combineren met veldvoetbal. Maar overdag, de meesten werken ook nog gewoon. Okay. In Spanje bijvoorbeeld, Italië, Rusland, Brazilië, die landen bijvoorbeeld, is dat wel puur profs en daar gaat heel veel geld in om. Maar in België bijvoorbeeld ga je er niet rijk van worden, maar het is wel mooi meegenomen als je dat combineert met veldvoetbal of werk, waardoor je echt wel iets doet wat je graag doet en een goede bijverdienst hebt. Maar kunt u zeggen dat u wel de beste zaalvoetballer van België bent geweest of zijn er nog... Ik vind de beste, de sterkste, dat bestaat allemaal niet. Maar voor jongeren wel. Dat ja, dat niet ik weet het niet. Want er is altijd de discussie, is Messi of Ronaldo de beste? Voor mij? Oh ja, dat is de discussie dat ze hebben. Ja, maar, dus ik vind altijd, over meningen en kleuren en geuren kun je blijven discussiëren. Ik kan zeggen dat ik een van de meest toonaangevende spelers ben geweest in mijn carrière. En zoals dat er voor mij zijn geweest... tijdens mijn periode zijn geweest en na mij opkomen. En ik denk dat ik, zoals ik al heb gezegd, mee het verschil probeerde te maken. Ja. Ik was een van de weinige allochtonen toen in het voetbal, toen ik startte. Vandaag de dag worden er al veel meer kansen geboden en is het een heel diverse groep. Maar ik denk, over de beste spreken, ik kan wel zeggen dat ik mee een van de toonaangevende spelers ben in het voetbal. En dat ik toch wel heel fier ben op hetgeen dat ik bereikt heb via die voetbal. En waarom die vraag? Want wanneer ik zaalvoetbal zeg, dan hoor ik Karim Pasha. En ik ken je andere naam. Ja, ik hoor dat ook dikwijls. Ja, dat is inderdaad. Maar ik hoor dat ook dikwijls, maar ik ken natuurlijk veel andere namen. Maar ik denk dat ik, zoals ik heb gezegd, ik ben met die zaalbal gestart. Op een gegeven moment word je een bepaalde voorbeeldfiguur. Ja. Je wordt jeugdwerker. Daar ga je ook in ontwikkelen. Na het jeugdwerker word ik internationaal ploeg. Samen met nationaal ploeg jeugdwerk. Dan op een gegeven moment vragen ze mij om op de lijst te staan op de politiek. Kom je ook in het zicht in de politiek. Nee, en daardoor, ik denk de combinatie van al die zaken... Zorg ervoor dat je bekender misschien zijn in de oren van de Antwerpenaren dan anderen, maar dat staat los van de kwaliteiten van de anderen. Want ik ben altijd iemand die heel collegaal denkt en ik hoop dat er na mij, zoals ik heb gezegd, jongens komen of meisjes die het nog verder gaan treffen en ik hoop dat we daar ook mee een steentje kunnen bijdragen. Een humble persoon bent u. Yeah. Very humble. I like that. Maar u moet ook... in het Engels zeg je... I gotta give you flowers, bijvoorbeeld. Ik begreep deze vraag die ik nu heb, begreep ik niet van waar die link kwam. Want Saudi-Arabië heeft u blijkbaar gevraagd om bondscoach te worden. En dan denk ik gewoon aan hoe u spreekt. Want, maar u bent een bekende figuur door uw... Ook uw voetbalkwaliteiten natuurlijk. Waar ik heb mijn voetbalkwaliteiten natuurlijk. Ik ben, natuurlijk is het ook belangrijk. De mens die je bent in de omgang met andere mensen, uiteraard belangrijk. Tijdens mijn carrière heb ik heel veel mensen leren kennen, zoals ik heb gezegd. Die mij ondersteund hebben, vooruitgeduwd hebben. En dat noemen ze een netwerk. Netwerk, ja. En een netwerk in het leven, zoals ik heb gezegd, dat is soms kan je leven vermakkelijker uit als jij... totaal geen netwerk hebt en je zoekt een job, dan moet je eigenlijk van nul beginnen
Heb je een netwerk, dan kan het al iets makkelijker zijn. En Saudi-Arabië, eigenlijk is dat hier gekomen, eigenlijk Jan van Winkel, die eigenlijk in Saudi-Arabië aan de slag was. Eerst met Adam Mos nog, maar lang daarvoor met de Verenigde Arabische Emiraten. Toen nog als hulpcoach. Ik speelde toen nog, heeft hij mij ooit eens gevraagd om daar te komen spelen. Spelen bij Al Ahli? Ja, nee, dat was nadien als coach. Maar toen, en nadien heeft hij mij gevraagd als coach bij Al Ahli. Ik heb dat toen niet gedaan. En nadien heeft hij mij ook gevraagd om bij de, ja, de nationale voetbalploeg van Saudi-Arabië te komen. En natuurlijk, heel veel mensen natuurlijk... Saudi-Arabië, je moet dit. En ik zelf ook altijd, als ik de kans krijg om naar het buitenland te gaan, tot die vraag effectief komt. Maar ja, natuurlijk, je hebt een leven hier opgebouwd. In die periode, mijn vader was nog niet lang overleden. Ik heb hier een moeder, die nog steeds heeft een oudere leeftijd. Dat voor mij natuurlijk, en ik denk voor veel anderen, ik kan het alleen maar aanraden als je ouders nog leven. Om dit echt, dat is het allerbelangrijkste in het leven, en zorg dat je er goed zorg voor draagt. Ga er langs, probeer echt er naartoe te gaan en het ondersteunen daar waar mogelijk. Heb ik toch de stap ondernomen om 5 dagen naar Saudi-Arabië te gaan om eens te kijken hoe het leven daar is. Uiteraard, laat ons duidelijk zijn, het gaat over voetbal, niet over veldvoetbal. Nee. Het is niet dat je daar 2 jaar gaat werken, dat je terugkomt en dat je zegt, ik ben nu miljonair. Wow. Je gaat wel meer verdienen als hier, veel meer. Maar er is, ik heb ooit een gesprek gehad met iemand en die zei, laat geld nooit alleen de enigste drijfveer zijn om beslissingen te nemen in je leven. Omdat geld vergemakkelijkt heel veel zaken, maar denk niet dat dat u alleen maar gelukkig kan maken. Natuurlijk, het is makkelijk te zeggen als je het hebt, dat je het kan uitgeven. Maar dat mag niet de bepalende factor zijn. Je hebt mensen die heel veel geld hebben, maar helemaal niet gelukkig zijn. En dan dat ik ook zeg, de allerbelangrijkste, ik zeg dat altijd, de allerbelangrijkste zaken in het leven, die kun je niet kopen. Kost je geen geld. Vriendschap, liefde, gezondheid, rust in je hoofd. Dat zijn allemaal zaken, kosten geen geld. En je mag de meeste geld van je leven hebben, van het land hebben, die kan je niet kopen. Dus toen ik daar terecht kwam, had ik er niet echt een goed gevoel uit, kwam het niet uit. Heb ik dat ook geweigerd, heb ik ook gezegd, nee, ik ga het niet doen. En ben ik eigenlijk gewoon in Antwerpen gebleven. En ik heb ook altijd gezegd, ja, ik voel me thuis in Antwerpen, ik voel me goed in Antwerpen. Het zal heel moeilijk zijn om mij hier weg te krijgen uit Antwerpen. Wat niet wil zeggen dat dat ooit zal kunnen. Maar op dat moment, ja, wrong place, allee, wrong time, wrong place, alles er rond. Het had voordelen, nadelen en uiteindelijk het belangrijkste in het leven... Als je een beslissing in één geweten neemt, dan moet je er altijd achter blijven staan. Want we hebben allemaal geen glazen bol. Natuurlijk niet. Dus we weten niet, had je het gedaan, wat het goed niet goed geweest, een goed voorbeeld hiervoor is bijvoorbeeld Kylian Mbappé. Ja. Maar dat is nog een ander verhaal. Maar ik ken ook de situatie, maar van wat ik als buitenstander zie is, hij heeft voor geld gekozen en niet voor zijn droom. Dat is wat ik zie als buitenstander. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Dat is soms heel moeilijk... Ja, je weet het niet, hè. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja, allez, want zijn droom, ik denk, als je ooit zijn droom vroeg, was dat hij met zijn voetbal zijn job zou hebben. Dat was de eerste droom waarschijnlijk. Toen was die jongens. En wij zijn mensen. En mensen verleggen altijd. Dat is ook waar. Toen ik jong was, zei ik al, als ik 18 ben en ik heb een rijbewijs en ik heb een auto, je ziet mij niet in de buurt, ik ga ronddraaien. Klopt. Dan heb je die auto. Met de buurt. Ja, voor een betere auto. Ja. Dus mensen verleggen altijd hun grenzen. En laat het duidelijk zijn, soms ja. Daarom dat ik ook altijd zeg, het is heel moeilijk om te oordelen over andere mensen. Omdat je nooit de volledige context... Dat is wel waar. En in het voetbal kan ik een voorbeeld geven. Soms haalt de coach de speler eruit. Of stelt hij niet op, maar je weet niet wat er heel de week... Ja. In de kleedkamer is gebeurd, op training is gebeurd. Dus je hebt niet alle informatie. Nee, klopt, dat is wel waar. Ja. En dat is soms moeilijk om te oordelen. Maar ik denk dat Mbappé... Ik denk dat hij... als hij hetgeen dat hem nu bereikt heeft, dat hij 10 jaar geleden dat nooit had durven dromen. Ja, maar dat is ook wel waar. En nu zit hij daar. Ja, dat is wel waar. Nee, dat is waar.
Maar die, allee, nu, we krijgen de kans om erover te bespreken, maar wanneer je de media ziet, ja, Mbappé wordt deze positie, positie, dat positie. En dan zie je Mbappé vorige week, bom tegen Messi, ik moet die bal. Je denkt van, hij is niet gelukkig. Maar dat is weer als buitenstaander, maar jij weet niet wat er aan de hand is. Je weet het niet. Nee, klopt, klopt. Ego's, je weet niet wat er gaande is. Klopt, klopt. Dus dat is soms ja, heel moeilijk in te schrijven. Klopt. Nee, tot nu toe, I love this talk. Ja, enjoying this, ja, enjoying this. C'est bon, c'est bon. Ik heb nog één goede vraag voor meneer Karim. Voor de jongeren die niet mee zijn met politiek, waarom hebt u het ten eerste voor vooruit gekozen? Ah, wel, ik ga dat proberen zo simpel als mogelijk uit te leggen. Ik ben in 2006, dus onder, tussen 16 jaar geleden, in de politiek gestapt. En daarvoor, I don't give a shit about politics. Politicus moest ik niks van weten. De politiek zelf moest ik niks van weten. Ik heb zelfs een interview ooit gegeven in Pema's en gezien dat politiek mij niet interesseert. Dat was toen een rading van een, ik weet niet, was een, met de voetbal en dat is wat. En ik heb er toen dat. Maar op een gegeven moment word je een voorbeeld, figuur, een journalist vraagt eens een vraag, stel eens over de samenleving, je antwoord erop. En dan krijg je de vraag van de burgemeester toen, Patrick Janssens. Zou je mee op de lijst willen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Ik heb je gehoord. Wat stelt dat voor? Wat is dat? En dan heb ik met een aantal mensen erover gesproken die hebben gezegd, ja, ja, dat is de volgende stap. Je moet dat doen gewoon. Dat is belangrijk dat je dat doet. Ik heb eigenlijk, ik zeg wel, ik heb eigenlijk niet veel campagne. Ik ben erop gaan staan. En waarom voor vooruit? Toen SPA, socialisten. Ja, zoals ik heb gezegd, ik ben terug gaan reflecteren naar mijn leven en heel veel zaken. Ik betaal heel veel belasting, ik verdien goed geld, maar ik betaal heel veel belasting, maar ik weet naar waar dat gaat. Want ik heb er zelf ooit gebruik ook van gemaakt. Het sociaal gegeven is voor mij belangrijk. Dat mensen, sterkere mensen, de zwakkere mensen helpen. Bijvoorbeeld, ik heb in een sociale woning gewoond. Ja, dat is onderdeel van een sociaal gegeven, een sociale denkwijze. Ik ben aan de stadsschool geweest, betaalbaar, dat is ook vanuit het sociale gegeven. Ik ben naar het jeugdwerk geweest, dat gesubsidieerd is door de samenleving. En daardoor allemaal vond ik het belangrijk, als je ziek bent, dat je een uitkering krijgt, dat je een goede gezondheidszorg hebt. Dat zijn allemaal zaken die ik terugvind. Ben ik het 100% eens met alles van de partij, dan ga je nooit in de politiek moeten stappen. Dat kan niet. Ook van je eigen partij bedoel je dat? Ja, ja, van de eigen partij. Ik denk dat er altijd bepaalde zaken zijn waar je zegt van, joh, dat vind ik dat niet. Of dat is bij iedereen zo. Maar het merendeel belangrijk, gezondheidszorg, pensioen, woningen, dat is belangrijk. En daardoor heb ik toen ook ja, voor vooruit gekozen, socialisten. En ben ik eigenlijk verkozen geraakt in de gemeenteraad. Dan ben ik eerst gemeenteraadslid geweest. En dan in 19 september... ben ik eigenlijk schepen geworden in de stad Antwerpen. Heb ik dat gepland? Nee. Ik ben erin gerold. En op een gegeven moment rol je erin. Is politiek aantrekkelijk? Nee. Als je aan politiek doet, moet je ook een olifantenvel hebben. En daar wil ik mee zeggen dat je tegen kritiek moet kunnen. Maar het voordeel is daar, ik kom ook van de topsport. Dat moet ook tegen kritiek kunnen. Wat belangrijk is, ik kan vandaag, zoals je zegt, God zijn, de beste voetballer zijn. Je speelt 3 wedstrijden achter elkaar slecht en ze fluiten je uit alsof dat je nooit iets betekent. Dus moet je in kritiek, journalisten. Maar ik denk dat dat niet alleen in politiek is dat je tegen kritiek moet. Wanneer je verantwoordelijkheid neemt, zul je altijd kritiek krijgen. Wat dan ook, overal, waarom? Je hebt altijd mensen voor of tegen in het leven. En daarom dat ik ook belangrijk vind dat je bepaalde zaken doet, dat je er goed over nadenkt, overweegt en dat je er dan voor gaat. En uiteindelijk ga je altijd medestanders en tegenstanders hebben. Altijd. En uiteraard in de politiek, ik denk dat de politiek niet aantrekkelijk is, maar wel belangrijk is. Ten slotte, de politiek neemt beslissingen. En los van wie voor welke partij, daar wil ik het zelfs nog niet over discussiëren, maar ik vind wel dat wij... En daar bedoel ik mee. Een weerspiegeling is van de samenleving, meer dan 178 nationaliteiten, dat wij overal vertegenwoordigd zijn. In bedrijven, sportclubs,
jeugdverenigingen, maar ook in de politiek. En dat we, ja, allochtone ministers zijn, burgemeesters, maar dat we ook vroeg of laat rechters, procureurs, advocaten, dat we chirurgen... Maar die bestaat bij de Marokkaanse gemeenschap, hè? Allee, de Maghrebijnse gemeenschap, ja? Dat er ook zo... Dat er Maghrebijnse rechters bestaan, toch? Op dit moment denk ik nog niet rechters, maar wel advocaten. Politieagenten bijvoorbeeld. Ja, er worden stappen gezet. Mm-hmm. Maar ik bedoel, die stappen moeten gezet worden. En op een gegeven moment moet dat normaal zijn dat dat overal alles een weerspiegeling is van onze samenleving. En daarom ben ik ook in de politiek staan. En ja, eens dat je erin zit, ja, je rolt mee. En je probeert bepaalde zaken, zoals ik heb gezegd, binnen de mogelijkheden van de politiek, want dat is ook soms... De politieke structuren in ons land zijn niet simpel. Want als ik aan jou vraag, weet je wat de gemeenteraad is? Of hoeveel gemeenteraadsleden dat in Antwerpen zijn? Vroeger wist ik dat wel, want ik ging een keer papa P zo rechtgestuurd. Oké. Okay. En wie zit er in de coalitie? Welke partijen in Antwerpen? Snap je, een soort zaken? Er is nog een Vlaamse regering, een federale regering, een Brusselse regering. Dus heel veel mensen hebben zoiets. I don't give a shit. Maar, ik geef dan het voorbeeld van in Amerika... U weet, er is geen opkomstplicht in Amerika, je moet niet gaan stemmen. En dan hebben er heel veel gemeenschappen niet gaan stemmen. Trump is toen president geworden. En de laatste verkiezingen zijn er heel veel gemeenschappen wel gaan stemmen, die we mee het verschil maken. Dus ik denk dat het belangrijk is, los voor wie je stemt, wat je stemt, dat je toch wel engageert en nadenkt van oké, in welke richting wil onze stad, ons land, richting duwen? En voor wie zouden we dan kunnen stemmen? Want als je niet stemt en niet deelneemt, dan worden er beslissingen voor u genomen waar je misschien niet achter staat. En misschien als je wel stemt, worden er bepaalde beslissingen. Want je kan niet alles, hè, want dat is ook nog zoiets. De politiek, je hebt verschillende partijprogramma's, die moeten dan een coalitie maken. En iedereen een beetje. Dus dat is niet dat je alles van die partijprogramma kunt pakken. Dus, Mijn laatste vraag voor meneer Karim Bashar is als we hem ooit als de burgemeester van Antwerpen gaan zien. Wel, die vraag heb ik al een aantal keer door een aantal jonge gasten te horen gekregen. Laat ons zo stellen dat ik op dit moment absoluut niet, dat zou te hautain zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we ooit hier in Antwerpen een burgemeester met allochtone roots zullen krijgen. Wanneer dat zal zijn, wie dat zal zijn, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar... ooit zal dat wel gebeuren. Yo, die dag wordt legendarisch als dat moest gebeuren. Stel voor ik Charlie van burgemeester, nee. Maar ik ben wel benieuwd. Wie weet, Charlie. Zoals je zei, je hebt je eruit vragen gesteld en je dacht, wow, gemeenteraad en zo. Ja, tuurlijk, ja. Ik bedoel, ja, dat gaat niet. Allee, vanzelfsprekend, jaren geleden waren er ook geen schepen van allochtone roots, geen ministers, die zijn er allemaal. Ik denk dat dat normaal is dat, zoals ik heb gezegd, dat overal... een weerspiegeling van de samenleving. En waarom zou er dan geen burgemeester van allochtone roots kunnen zijn? Ja, dus ik denk dat het ook tot de mogelijkheden behoort. Chill. Ik ben nu dankbaar dat je tot hier bent gekomen. Ik heb tot nu toe veel politiekers uitgenodigd, maar Vlaams Belang en Vooruit zijn de meesten die tot hier zijn gekomen. Dan heb ik het over u, Aissatou, Ginny Beels is gekomen. Ja. En ik heb ook een mailtje gekregen van jullie voorzitter, Connor. Ja, maar hij zei dat hij intern ging bekijken. Dus Vlaams Belang zijn allemaal gekomen. Vooruit, nu moet ik ook N-VA. Waarom nodig ik jullie uit? Want kijk, die vraag die je mij gezegd is terecht. Hè, van, ja, gemeenteraad, ik ken dat niet, maar... Allee, dat is misschien wel belangrijk om te weten. Snap je? Tuurlijk. Want de beslissingen worden door de politiek genomen. Want het is belangrijk dat je mensen informeert. Dat is waar. Los van te zeggen van, wat gaat er... Maar het is wel belangrijk dat je weet hoe dat de politieke structuren zitten, welke beslissingen worden genomen, wat zijn onze belangen, wie wat. En ik denk dat we... Ik heb ook al gezegd, de politiek is helemaal niet aantrekkelijk. Heel veel mensen zijn niet bezig met de politiek. Maar het is wel belangrijk in die zin dat de beslissingen daardoor worden genomen. Inderdaad. What? Talks the motherfucker Charlie Cat hier, een speciale gast. En you know, he talked. En hij heeft mij wijzer gemaakt natuurlijk, want inderdaad, de laatste vraag is van de gemeenteraad. Nee, ik apprecieer je enorm, meneer Bashar. Bedankt, ik wens u nog zoveel succes. Hopelijk ooit in Saudi-Arabië ergens. Veel geld. Wie weet, maar ik wens jullie ook allemaal heel veel succes. In ieder geval, blijf
verder doen. Zeker. Want je zit hier nu. En dat lijkt normaal. Maar 10, 15 jaar geleden was dit niet mogelijk. Dus ik denk dat we echt stappen vooruit zijn aan het zetten. Dat we mensen moeten informeren. Klopt. En dat we vooral, zoals ik heb gezegd er straks, er zijn mogelijkheden. Ze zijn niet altijd makkelijk. Maar geloof je in je eigen, met iedereen heeft bepaalde talenten. Ga ervoor. Want we hebben iedereen nodig in onze samenleving. Talk to motherfucker Charlie, Mr. Carrie Bahar. That's how they say it in English. You know how I'm saying. Hey, top. Talks with motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some. Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling who that? I tell them we that.